hallo. Rustig, rustig. Wat ga jij doen? Oké. Wij als binnenlandbewoners altijd we kraken onze revie. Mm-hmm. En zoals een psa, en milik die vicepresident, maar niet alleen vicepresident. Mm-hmm. Milik van Boeskonders, maar die substaties aan de zee. Altijd met de vrouw ondersteunen. En Brix, helikopterpiloot bij de Hijjet, bekend met rescue operaties. Wat is de rol geweest van Hijjet deze keer? Nou, wij zijn eigenlijk na een beetje laat, ik denk na 8 dagen. Ze hebben gecontact over het geval dat hij dus verloren is gegaan, tenminste verdwaald is gegaan in het Vlaams gebied. En aangezien wij natuurlijk niet de wet willen overschrijden, mogen niet in het Vlaams gebied komen met een helikopter. Alleen als er van hogere hand toestemming wordt gegeven. Hebben wij contact gehad met de VP en de VP heeft vanaf het begin gezegd van luister, staan jullie stand-by elke dag. Ik weet dat we niet in het gebied kunnen gaan, maar stel je stand-by om te halen. En dat hebben we ook gedaan. We hebben elke dag stand-by gestaan. En gisteren is die call binnengekomen om 6 uur. En toen hebben we gezegd, 6 uur is een beetje laat. Want dan komen we pas om 7 uur daar en dan weer 8 uur hier. We gaan niet s'avonds vliegen. Ze hebben hem daar onder de hoede gehad van MZ. Hij is onder de infuus gezet. En vanmorgen vroeg heeft VP gebeld dat we moeten gaan halen. Hij heeft de ambulance geregeld, de opvang in het ziekenhuis heeft hij geregeld. En we zijn hem gehaald. Het was een beetje moeilijk om meteen terug te komen, want ze vonden dat hij nog te zwak was en hij moest onderzoek doen. Dus ik heb toen gebeld met VP. Hij heeft ze uitgelegd dat het onderzoek hier beter gaat. Alle apparatuur is hier. Nou, hij ziet er heel goed uit. Hij is zwak natuurlijk. Maar voor een jongetje van 8 jaar die 2 weken in het bos heeft vertoefd, dit is echt een galopting. U bent bekend met search and rescue. Was dit een moeilijke operatie als u zelf fysiek daar had moeten zijn? Nee, het is niet moeilijk, want wij hebben al heel lang geleden, daar met de VP gebeld, we hebben een camera, een thermische camera aangeschaft. Dat was toen al met de COVID gevallen. En met die thermische camera kan je iedereen in het bos zien waar ze zijn, zodat ze warmte hebben. Dus als je met search and rescue, ziet het in de Amerikaanse films ook altijd, dan kunnen ze, als je nog leeft, dan is er bloed, dan is er warmte. Dan kunnen wij schennen in het bos en hun dirigeren waar ze naartoe moeten. Maar de Franse kant heeft totaal niet meegeholpen. Ze hebben die mensen heel onheus behandeld. Die moeder is meegekomen omdat ze het verhaal wil doen. Ze wil niet eens meer terug naar daar. Want ze zegt, het is heel slecht behandeld. En de jongens hebben ook gezegd, ze hebben totaal geen medewerking gehad. En eigenlijk is het zo dat als het op het grondgebied is van Frans-Guyana, dat de Fransen daar meteen actie onder moeten ondernemen. We staan met luitenant Andrew Leeflang. Luitenant, u was het hoofd van de operatie. Vertelt u, hoe heeft u deze operatie ervaren? Wat is er allemaal gebeurd? Nou, deze operatie had veel oogjes en haakjes. En dat is omdat de samenwerking met de Fransen een beetje stroef verliep. Ja, wij als militairen kunnen niet zomaar op een grondgebied van een ander land. Waardoor er heel veel is gevochten door de regering. Dat pluimpje mag ik ook aan ieder hier in de stad geven. En uiteindelijk is het zover gekomen. De rest gaat de familie vertellen. Want nu moeten we verder gaan, dus komt u mee. En meneer Leeflang, jullie mochten niet op het Franse grondgebied, maar waren de Fransen wel bezig? Dus dat is eigenlijk onduidelijk, want de Fransen hebben protocols dat ze eigenlijk 7 dagen maar zoeken. Dus het was heel veel verzoeken indienen, zodat ze verder kunnen gaan met zoeken. En dit is namelijk dag 15. Dus het moest van de andere kant komen. En wij hebben samen met de burgers, zelf de burgers daar, een beetje proberen op te leiden in search and rescue. Hoe moeten ze handelen tijdens zo'n zoekoperatie? En het is zijn vrucht afgeleverd. Meneer Madroos van de Social Army. Kunt u vertellen hoe de afgelopen week is geweest daar in het gebied? Zwaar, heel zwaar. Geestelijk, natuurlijk lichamelijk, want wij gingen gewoon in het bos om met de familie te praten, de familie die ook aan het zoeken is. Dus jij gaat mee, het kan niet dat je niet meegaat. Dus het was van alles, gemengde gevoelens. Je hoort er is al toestemming gegeven, maar het moet nog komen. Je bent in een spanning. Die heren die ready staan elke ochtend,
7:30 stonden we allemaal klaar om te vertrekken richting het gebied. Maar we konden maar niet, alleen maar omdat we geen toestemming hebben. Bent u zelf militair? Nee, ik ben geen militair. En was het zwaar als mens om dit alles te doen dat niet binnen uw normale taken is? Ik ben wel wapendrager, maar geen militair. Dus ik ben ook van een eenheid, maar niet van de militaire dienst. Dus vandaar die achtergrond en dat het normaal is. Was u erbij toen die jongeman werd gevonden? Ik persoonlijk was er niet bij, maar ik was op een paar honderden meters afstand. Hoe was het dat toen in het dorp? Feest. Die mensen begonnen te schreeuwen, moeder is gevallen uit blijdschap, iedereen is happy, dus ja. Het gedeelte van de Fransen, u was er wel bij daar? Ja, volledig. Geen begrip van ze? Geen begrip, zij hebben gewoon keihard aangegeven, er is nog vanuit de leiding geen toestemming, dus wij kunnen jullie helemaal met niks helpen. En als jullie denken rotzooi hier te schoppen, sturen we de sterke arm voor jullie. Dat was het gewoon daar, aan de Franse kant. Tof, en jullie hebben niet opgegeven? Nooit opgegeven, militairen geven niet op. Wat voor gevoel gaat er nu in je om dat de jongeman terug is, niet opgegeven? Het zou ons eerste project zijn als organisatie dat wij eigenlijk hebben uitgeschreven, gepland en die niet eigenlijk het doel niet bereikt zou worden. Het zou ons eerste project zijn en als je op het einde van je project toch je missie geslaagd is, dan is het toch een happy gevoel toch.